Instructie Hako guillotineschaar. Stap 1. Meet de dikte van het materiaal. Met behulp van een schuifmaat kun je de dikte van het materiaal meten. Stap 2. Stel de machine in op de juiste dikte. Draai de borging los en stel de machine in op de juiste dikte. Zet daarna de borging van de hendel weer vast. Stap 3. Schakel de machine in met de sleutel. Stap 4. Zet de motor aan. Druk 1 keer op de groene knop rechts van de sleutel. Druk op de knop Safety On. Deze knop bevindt zich links op de schakelkast. Stap 6. Voer het gewenste aantal millimeters in en bevestig dit. Toets het aantal millimeters en druk op de groene knop. De machine loopt nu zelf naar de juiste positie. Dit kan enigszins afwijken met de ingestelde waarde. Stap 7. Corrigeer, indien nodig, handmatig de instelling. Met behulp van de pijltjestoetsen kan de instelling exact naar de gewenste maat worden gezet. Stap 8. Plaats het materiaal in de machine. Zorg ervoor dat het materiaal netjes links tegen de strip aan ligt en helemaal naar achteren wordt doorgeschoven. Stap 9. Neem afstand van de machine en knip met de pedaal het materiaal. Het afgeknipte materiaal valt aan de achterkant uit de machine. Schakel de machine uit voordat je dit gaat pakken.